alle landen van de EU werken hard aan een hernieuwbaar energiesysteem om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Burgers kunnen daarbij een groot verschil maken. Maar dat is op dit moment waarschijnlijk voor burgers in Nederland gemakkelijker dan in andere landen. Het door Europa gefinancierde Interreg Noordwest-Europa-project ECHO wil energiecoöperaties van burgers opzetten op het platteland. Op die manier kunnen we jobs en geld op het platteland houden. We zijn dan ook heel blij met de houding van de Nederlandse regering om de positie van de burgers in de energietransitie te versterken. Energie Samen heeft jarenlang gelobbyd voor lokaal eigendom en nu in het klimaatakkoord is een streven van 50% lokaal eigendom opgenomen waar we enorm trots op zijn. Wat is het effect voor gemeentes en lokale energiecoöperaties in Nederland? Laten we eens kijken naar Lochem. Onze energiecoöperatie heeft 950 leden. Vanaf 2010 zijn we gegroeid naar één groot living lab van innovatieve experimenten en productie voor zon. We zijn bezig met wind, we delen elektrische auto's en we hebben energiebesparingsprogramma's. Wij maken gebruik van 60 vrijwilligers, waarvan 15 energiecoaches die bij de mensen aan huis kunnen komen. In het Nationaal Klimaatakkoord is opgenomen dat 50% lokaal eigendom zou moeten zijn. En dat versterkt onze positie enorm in onze gemeente. Lokaal eigendom is cruciaal voor de lokale energiedemocratie. Het is namelijk een manier om de energietransitie zelf democratischer te maken, omdat wij als burgers eigenaar zijn van de zonneparken en de windmolens, of we nou arm of rijk zijn. Maar het is voor iedereen nieuw. Dus werken wij als energiecorporaties in onze regio samen om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat er allemaal kan met lokaal eigendom en daarover te communiceren met burgers, bedrijven en overheid. Voor Lochem Energie staat lokaal eigendom gelijk aan collectief eigendom. En natuurlijk gaan wij voor de 100% eigendom en medezeggenschap voor burgers, boeren, buitenlui en bedrijven. En we gaan niet alleen over de investering hebben, maar ook over de opbrengst. Minimaal 50% voor ons. Pure Energie kiest er bewust voor om bij het ontwikkelen van energieprojecten 50% lokale participatie beschikbaar te stellen. En wij zoeken dit soort samenwerkingen ook actief op. Burgercoöperaties zoals Lochem Energie kunnen een project daadwerkelijk lokaal wortelen. En dat zien wij als een grote plus. De samenwerking met Lochem Energie is denk ik een schoolvoorbeeld van hoe je het zou moeten doen. Het beste van twee werelden komt samen in dit energieproject. Als gemeente Lochem heeft het altijd onze voorkeur dat inwoners en lokale bedrijven mede-eigenaar zijn van grootschalige opwek uit zon en wind. Daarmee hebben ze zelf zeggenschap en rendement. Maar helaas gebeurt dat tot nu toe niet. Als gemeente willen we niet zelf regelen, maar we willen het streven naar 50% lokaal eigendom stimuleren en initiatieven ondersteunen. En ik roep onze inwoners dan ook op om zelf aan de slag te gaan met duurzame opwek van energie en met initiatieven te komen. Het streven naar 50% lokaal eigendom in Nederland is voor burgerenergiecoöperaties dus een grote steun. En het is naar onze mening een noodzaak als we onze klimaatdoelen willen bereiken.